Jongens, ben je lekker gedaan? Vandaag gaan we weer naar het zoutbakje Save the Truth. En vandaag, toen wij hier zo bij de legerbasis, boetsba boemba. Sorry, absolutely nobody allowed past. Ja, daar mogen ze niet in. Maar, ik weet wat we moeten doen. We moeten even de sneaky squeezer. En dan doen we zo, en dan doen we zo. En doen we zo. I think someone's eating crab wontons. Zo, en ik wil ze hem eigenlijk verder krijgen. What was that? Zo. Dan iets. Hey, what was that? It sounded like a clown horn filled with prunes. Zo, ze kunnen niet verder dan dit, denk ik. I think I heard a beetle dying. Scuzzlebutt? Zo. Zo, ik kan nu... Nee, ik kan er niet langs. Nobody allowed past. Check. Maar voor mij moet ik er wel zo langs. Now, beat it, kid. Daar. Ja. Elephant poachers. Zo, ja. Madonna? Zo, ja. Zo, ja. We komen er langs. Nice. Het kostte eventjes wat tijd, maar we konden er langs. Ik dacht dat het dat moest, weet je. Dat een beetje wegleiden. This place doesn't really look like a Taco Bell. Hier is de kist. Daar hebben we een teleporter. Wat waar we dus niet bij kunnen komen. Hier zit iets. Okay, ik denk dat we hier gewoon... Hey! ...naar binnen moeten. Hey, get out of there. That's Taco Bell property. Wat heb ik gedaan? Oké, okay, als je wordt gepakt, ben je dus meteen eruit. Got it. En dan gaan we daar naartoe. What was that? Dan doe ik deze even hier. En dan laten we hem hier naartoe gaan. Hey, what was that? Dan hebben wij dus de mogelijkheid om in de binnen te komen. Oké, okay, maar dit kan dus dicht gooien. Dus ik denk eens wat we moeten doen. Did I just fart? Or was I just thinking about farting? That's odd. Goed. Dan stoppen we hem hierin. Kut. I guess Nicki Minaj released a new single. Nice. Nee, erin. Is that you, God? I think someone's testing Tupperware. Rit. We kunnen dus niet opsluiten, maar dit is goed genoeg. Hey, kut, zit op slot. Kut, engaging hostile. Hij komt eraan. Kut. Hey, get out of there. Ja. Taco Bell property. Kut. We moeten hem weglokken hier. Maar hoe? Hoe krijg je dat voor elkaar? Hey, what was that? What was that? Hoor ik nou Cartman daar? Wauw. Elephant poachers. Zo. Zo. Doing nice. Threat detected. Kut. Hey, get out of there. Kut. That's Taco Bell property. Dit wordt een lange missie. Daartoe. Must be hearing things. But I could have sworn I... What is that smell? It sounds like ketchup in a squeeze bottle. Ketchup in a squeeze bottle? Wat? Ik heb gewoon scheetjes gelaten. Als we hem nou eens hier naartoe... ...lokken. Guess Nicki Minaj released a new single.
Kut, net te laat. Jeez. Kut. Is that you, God? Yeah, it's me. I think someone's testing Tupperware. We're being stalked by a beaver family. That's odd. Sick, dude. Hier zit iets. Zo kunnen we hem hier naartoe krijgen. Zo kunnen we als van hem afkomen. Yuck. Yes. That's how we do it. Heeft geen sleutel. Damn, dat is jammer. Dat is jammer. Dat heb ik al gehad, hè. Ja, kunnen we trouwens... We hadden hem ook kunnen opsluiten. Wat ik eerst probeerde, maar dat lukt niet. Maar hier hebben we dus een sleutel voor nodig. En waar gaan we die krijgen? Ik weet... Oh, wow. Ik had het net nog over. Wacht, dichterbij komen. Yes. Op het dak in ieder geval. Nice, stone hammer. Die ga ik dan wel even equipped, hé. Dat ze dan iets hebben wat hoger is. Equipped. Close. Dit is onze ingang. Kom op, dat is te obvious. But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Oh shit. Wow, nee, wat? Het geluid loopt niet meer goed. Dit lijkt een nood in je pols gelitten hebben. Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread it. We have a big problem. All right, we're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. What the fuck? It's broken free! Die nicht hergerufen hat! Wauw. Wij moeten een nazi. Damn it. En bam. Bam. Dit is zo nice, hè. Stan Sword. Hoe sterk ben jij, Stan? Oh. Nice. Stan is ook best wel nice. En neer gaat hij. Aaron! That's what you get. Oké. Okay. Nailed it. I nailed it. Oh my god, ik heb iets van level 8. Oh my god, een zwart vest, maar dat is level 8. Oh my god. Oh my god. Oh, oh. Nazi zombie daar buiten. Moet hier naartoe en achter. Man, the secret government base room sure is boring. You'd think that a secret government base would have more cool stuff in it. Shay. Waarom zit allemaal level 8 stuff hier? Let's go outside. Hier is nog een nazi. Dus die gaan we eventjes. There's something really weird about those pale German guys.
Goed, we gaan weer terug. Oh shit. I gave Butters the best wet willy over there one time. Oh shit. Shit is going down. Er zijn zombies, alles. Damn, son. Zombies. Hoppakee. Oh, wat doe ik? Ik moet hier helemaal niet naartoe. Damn. Ik ga te snel. Ik moet eerst even langs Randy. Hier naartoe, langs Randy. Met mijn moustache. Moustache, man. Goed. Don't forget to bring a towel. Goed. Here we go. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're gonna just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Nice. Goed, dat hebben we gefixt. En dan gaan we nu hier naartoe. Naar Baden. All I did was ask the guard about gorditas and he put me in a chokehold. Jeez. Al die zombies gewoon al, hè. Niet normaal. Wacht, nou moeten we eventjes inventory. Bij al die emo shit. Oh, die wil ik. Die is level 8, godverdomme. Nou, emo, SWAT vest. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Emo glass. So, let's do this. I'm ready for this. Even kijken of zij me nu al accepteert of ik ook nog het emo haar in ogen moet. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Oh, nee. Oh, meen je dit? Wacht. Ik kan het echt voor geen ene meter. Nice try, Frodo, but you dance like a freaking popstar wannabe conformist. Yeah, better luck next time, loser. Ja, nog een keer dan. You can't dance goth, so just stop wasting our time with your posing. Goed, here we go, nogmaals. Nice try, Frodo, but you dance like a freaking popstar wannabe conformist. Moet ik die pijltjes gebruiken? Yeah, better luck next time, loser. Ik denk dat ik de pijltjes moet gebruiken. Let's try it again. You can't dance goth, so just stop wasting our time with your posing. Ga de pijltjes gebruiken, want ik dacht WASD, maar dat is kennelijk niet. Less enthusiasm. Kijk, dit is het. Holy fucking bullshit. That's not how you drink coffee. You call that smoking? I'm feeling the rage. I like what doing this shit. Whoa. We're doing this shit. We're doing this shit, yo. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, ik vind het zo moeilijk als het troosten met een snorretje. We'll be there.
Alright. Dan is nu de vraag. Nice. Quest. To side comments, side against Carl, speak with Cartman uit Koopa Keep. Nou moeten wij een keuze gaan maken. En ik weet. Ik hou niet echt zo van die keuzes. Choose to fight humans. Even kijken, ja. We kunnen dus zeggen hier naartoe. Het is hier naartoe of hier naartoe. En als ik slim ben, ga ik hier naartoe. Omdat die zijn met veel meer dan dit. Het is echt een heel klein rotgroepje. En deze zijn met veel meer. Als we deze pakken, kunnen we makkelijker hun verslaan. Denk eens. Ik ga voor deze groep. Voor Kaal. Voor de elfjes. Daar heb ik ook gewoon meer vertrouwen in. A Twitter Raven has told me of your success in recruiting another faction. Simply call them here, and your dedication to the Drow Elves will be complete. Climb up into the treehouse and summon your allies. Dus weet je ook hier echt een, dat dit waarschijnlijk echt kut gaat worden? Anders zou ze wel cutscene van maken. Haha, cutscene. No tricks, human. Tot normaal. Elven Kingdom. What? New kid, I'm sorry I ever doubted you. I hereby make you a member of the Drow Elves of the Forest. Yay! New kid, you have our friendship. I hereby level you up to the rank of Commander. Nice. Commander, douchebag. My lord, we know where the humans are hiding the stick. What, really? We just intercepted their messages on Twitter. Ah, you shot down their message, Raven. Right, we shot down their raven, and the evil wizard king has hidden the stick inside his desk at school. Ah, dude, of course! Carmen hid it in his desk! Drow elves of the forest! We know where the humans are hiding the stick! I knew Carmen was cheating! We shall march on the school and make the hallways drip of their blood! Nice, dat gaan we doen. Going to the school. Ooh. Defenders of freedom! We thank you for your courage in joining our fight! Tonight, we are no longer elves or goths. Tonight, we fight as one! I feel like such a homo sapien right now. The elves are here! They have blown their war horn! Blow ours, Stan! Okay. Elves, flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! It is so vet! The front's barricaded! Commander Douchebag, see if you can get in through the side entrance and take out their defenses from behind. Wow. Ja, dit komt waarschijnlijk uit die keuze meteen naar voren. Nou, wacht, dat lijkt me chillen. Inventory. Wow, wat is dit? Level 7, oh nice. Level 7, level 8. En dat wel iets beter is. Dit is ook level 7. Dit is allemaal level 8. Dit lijkt me veel beter hoor. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dit lijkt mij helemaal beter. Meen je die? Wauw. Alright, we're doing this shit. Attack the school. From behind. Attack the school from behind. Ja, kijk, dit is het nou. Ik heb een beetje lichtelijke lag. En net in die cutscenes ook, daar liep het helemaal niet helemaal soepel. Your word is the command, my lord. Ik doe echt helemaal niks hier. Go kick their ass, sir, Douchelot. Douchelot. I did my job. I'm gonna sit here and smoke. Oh, wow. Oh, upgrade available. Doen we die gelijk eventjes. Ik kan deze volledig maken. Doe ik die en doe ik deze een. Hoppakee, deze vind ik niet.
What is this? One of irritation. Nice. Oh, yeah. Where is the command, my lord? We moeten dan naar binnen. Hey, yo. Ik zie dat het aflevering 20 minuten duurt, dus we moeten even afsluiten. Dus vond je nou een leuke video? Geef dan gewoon een blauw naar omhoog en hoop ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu, je weet wat ik ga zeggen, abonneren. En liken en reageren, dat is leuk, vind ik tof. Dus bedankt voor het kijken, hoop ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu, later!